Door de debatten over de afsluiting van de Oosterschelde is de watersnood van 1953, waarbij grote delen van Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant overstroomden, opnieuw onder de aandacht gekomen. Meer dan 23 jaar geleden nam de zee bezit van tal van dorpen op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. De stormramp, zoals hij bekend is gebleven, die 1800 doden eiste, gaf de stoot tot de afsluiting van alle zeearmen in het deltagebied. Alleen de Oosterschelde is nog open en daarover is nu een beslissing genomen. Al geruime tijd ligt in de mond van de Oosterschelde een tweetal werkeilanden. Voor de afsluiting van de drie stroomgeulen hebben regering en Kamer nu gekozen voor een waterdoorlatende pijlerdam, waarmee in het waterloopkundig laboratorium De Voorst in de Noordoostpolder uitgebreide proeven op schaal zijn genomen. De pijlerdam krijgt in totaal meer dan 80 doorstroomopeningen die bij storm met metalen schuiven kunnen worden afgesloten. Als ze openstaan, blijft de getijbeweging voor ongeveer 65% gehandhaafd. Metingen in de laboratoriumopstelling hebben dit aangetoond. En dat is belangrijk voor het biologisch milieu van de Oosterschelde. In het waterloopkundig laboratorium in Delft heeft men in de golfgoot onder andere de invloed van golf- en stroombelasting op de pijlers onderzocht, voor het geval een van de schuiven klem zou raken en bij zware storm open zou blijven staan. Daarbij is gebleken dat de pijlerconstructie, zoals die door Rijkswaterstaat is ontworpen, bestand is tegen de sterke stroom die in dat ene opengebleven gat zal ontstaan. De openingen in de pijlerdam worden elk zo'n 40 meter breed. De pijlers zelf zullen gefundeerd worden op diep in de zeebodem neergelaten betonnen putten. Door de gekozen oplossing zullen de al geplaatste pylonen in de sluitgaten verwijderd moeten worden. Voor de scheepvaart en de visserij komt er een sluis in de dam. En doordat het getijdengebied gehandhaafd blijft, kunnen de oester- en mosselkwekerijen achter in het Oosterscheldebekken bij Ierseke blijven bestaan. Die zouden ten dode opgeschreven zijn geweest bij de oorspronkelijk gedachte volledige afsluiting met een vaste dam. Het hele project van de pijlerdam en de bijkomende werken gaat meer dan 4 miljard gulden kosten. Als alles volgens de plannen verloopt, zal de stormvloedkering in de Oosterscheldemond in 1985 gereed zijn.